Een van de dingen die we doen zijn workshops bij klanten, ook verschillende management trainingen. Dus een workshop van 2 dagen of een training van 2 dagen. Het is onmogelijk om in een half uur een training te doen van 2 dagen. Tenzij iemand zegt, ik ken iemand die het kan en wil ik die graag spreken, want dan verhoog ik mijn effectiviteit. Maar volgens mij is het onmogelijk. Dus ik geef een paar tips uit de verschillende workshops en trainingen die we doen. In de hoop jullie met dat laatste programma voor vanavond ook te inspireren. En de tips hebben te maken met opvoeden van kinderen, traagheid van leren en appeltaart. Appeltaart, ja, echt. Het heeft ook te maken met appeltaart vanavond. Eerst is iets, eventjes een vraagstuk. Afgelopen maandag was een supermaan. Iemand nog naar Frankrijk gevlogen om zelf foto's te kunnen nemen, want in Nederland was te blok. Geen grote supermaan fanatici onder ons vanavond. Helaas. In ieder geval, toen in de jaren 60 John F. Kennedy, president, door NASA liep, vroeg hij aan een schoonmaker, wat ben jij aan het doen? En John F. Kennedy had iets verwacht van, nou, ik ben aan het schoonmaken, dan heb ik hier sop en dan moet ik met die stok en dan zo schoonmaken. Maar die schoonmaker die had die president verrast met zijn antwoord. Wat zei die schoonmaker namelijk? Weet jullie dat? Zorg dat we naar de maan kunnen. Ja, putting a man on the moon, sir. Dus waar ze mee bezig waren, wat de NASA toen al lukte, was de afstand tussen datgene waar we strategisch mee bezig zijn en datgene waar de teams mee bezig zijn, om dat bij elkaar te brengen. En daar had Vikram het ook al over in zijn verhaal met de mieren en de afstand tussen medewerkers en klanten. Maar heel veel bedrijven hebben dezelfde afstand van hier tot de maan als van de medewerker tot de strategie en van de medewerker tot de klant. En heel veel bedrijven zijn op zoek van hoe kun je nou zodanig zelfsturende teams inregelen. Er gingen ook heel veel sessies over vandaag. Hoe kun je nou dusdanig zelfsturende teams inregelen dat de afstand van de klant, de strategie en het team heel klein wordt. Heel dicht bij elkaar komt. En heel veel management, directeuren, hoger, ja, jullie bazen willen dat wel, maar ze weten niet hoe. In termen als loslaten en vertrouwen geven, maar bij een heel klein deel van het management. Herkenbaar? Een beetje herkenbaar. En daarvoor heb ik 3 tips. En als laatste tip kom ik dus voornamelijk op van hoe kun je nou omgaan met dat vertrouwen en loslaten. En ze zitten ook wel een beetje in elke tip. Het heeft er al het meest mee te maken dat de rol van de leidinggevende voor een deel anders is. Veel bedrijven zijn de afgelopen jaren al bezig geweest met dienend leiderschap. Ja, dan moet je als manager, sinds een paar jaar, moet je soort van 2 petten op kunnen zetten. Of de leider kunnen inspireren. Wat is voor jouw bedrijf dat putting the man on the moon, sir? Daar moet je mee bezig zijn en dat soort dingen. Maar je moet het ook beschermen. Je moet de cultuur beschermen. Je moet je teams beschermen van oud gedrag. Dat is al lastig. Er zit er ook nog die 2e pet op van dienend leiderschap. Je moet als een leider kunnen coachen, kunnen mentoren, kunnen faciliteren. Mensen in beweging kunnen krijgen. En nu vanwege de wereld die continu verandert en dat de succesvolle businessstrategie complex is, komt er een 3e pet bij. En die pet heeft ermee te maken dat voor de antwoorden van vandaag, voor de problemen van vandaag en daar antwoorden op vinden, daar zitten de antwoorden niet voor in het bedrijf. Daar moet je voor gaan ontdekken. Dat is de exploring pet. Dus jij moet als leider ook nog gaan zorgen dat jouw mensen continu experimenteren. Dat je nieuwe dingen aan het proberen bent. Dat er dingen fout mogen gaan om daarvan te leren. En die 3 petten opzetten, dat is voor heel veel managers en leidinggevenden ontzettend moeilijk. Het is echt ontzettend moeilijk. En daar hebben we een paar tips voor. En de allereerste tips heeft ermee te maken met wanneer moet je nou loslaten en wanneer moet je nou ingrijpen. Wanneer gaat het nou goed met het team en wanneer moet je nou ingrijpen. En heel veel managers die van nature heel enthousiast zijn over Agile en Scrum, die gaan hun teams enorm vrijheid geven. Ik zal even het plaatje kort uitleggen. Horizontaal staat de volwassenheid op het bereiken van impact. Dus het bereiken van waarde. In hoeverre zijn jouw teams de wedstrijd aan het winnen? En verticaal staat de mate van vrijheid. En ik zie heel veel managers die van nature overtuigd zijn van agile werken, die geven hun teams heel veel vrijheid. En qua metafoor vergelijk ik dat een beetje met je dochter van 5 zie je boterhammen smeren heel actief en je zegt morgen mag je kamers.
Je bent nu zelf in staat om je boterham te smeren, dus kun je ook op kamers. Nou, dat blijkt in de praktijk niet zo heel erg te werken. En dan schieten die managers, die schieten dan helemaal naar de andere kant. En dan geven ze heel weinig vrijheid. Dan kom je, zeg maar, je zoon woont al 10 jaar op kamers en je komt nog elke ochtend de boterhammen brengen. Weet je, die metafoor. En dan geef je je teams te weinig vrijheid voor de volwassenheid die ze hebben, waardoor ze eigenlijk nooit zelfstandig in staat zijn om wedstrijden te winnen, om de impact te halen, om hun doelen te realiseren. En daartussen zit een balans, en die balans die moet je leren ontdekken. Dat is, heb je al die drie de petten nodig, van serving, leading, serving en exploring. En dan moet je gaan ontdekken waar jouw team staat, want niet elk team staat op hetzelfde niveau. Niet elk team staat op dezelfde plek. En daarbij helpt het als je het heel concreet maakt. Als je heel concreet maakt voor de teams wat ze moeten bereiken. Wat is voor hun dat putting the man on the moon, sir? En een paar voorbeelden zou kunnen zijn dat je dat opknipt in een soort van 3 sterren. In 3 niveaus. En bij het eerste niveau, daarbij wil je dat ze de tevredenheid van de product owner meten. En als de product owner min of meer een 7 geeft, dan zijn ze heel tevreden. Zo zijn we begonnen met dit model bij de AWB. Ik zie Jasper Rautzhorn al helemaal lachen van herkenbaarheid. Dit hebben we onder andere bij de AWB gedaan. En het heeft de teams enorm veel focus gegeven, enorm veel richting gegeven. Omdat ze daardoor wisten wat ze moesten bereiken. In alle storm van alle dingen die aan het veranderen waren, kregen ze de focus mee. Zorg primair ervoor dat jouw product owner aligned is en dat hij een 7 geeft. En als je een 7 hebt, ben je 1 ster, meer dan een 7, 2 sterren. En vanaf een 8 is het 3 sterren. Daar kun je ook weer dingen aan toevoegen. Daar kun je allerlei continuous delivery dingen aan toevoegen. Een beetje voor de IT'ers onder ons. Als die teams in staat zijn om een trendlijn bij te houden van de waarde die ze leveren. En als ze daarnaast in staat zijn om elke dag continu software op te leveren. Dan zijn ze ook een 3 sterren team. Dus je maakt op die manier het gedrag per week heel concreet. Het heeft onder andere ook Ron van Vliet. Hij vertelt in zijn verhaal over de verandering van de MKB mid-office. Daarbij heeft hij het gedrag wat hij van de mensen verwacht bijna op dagbasis heel dichtbij gebracht. En daarmee maak je de verandering heel tastbaar, heel concreet. Stel nu dat je net aan de businesskant doet en je werkt voornamelijk met verkopers, is het nog steeds in agile helemaal niet erg als je gewoon marge of omzetcijfers gebruikt om de volwassenheid van de zelfsturende teams aan te tonen. En als je echt naar die mini-companies gaat, in die tribes, waar Vikram over gesproken heeft, dan helpt het om te zeggen van nou, we moeten minimaal deze omzet of deze marge binnenhalen om de salarissen te rechtvaardigen, dan zijn jullie een 1-sterren mini-company of een 1-sterren tribe. En een 2-sterren tribe is in staat om eens in de 2 of 3 maanden om een strategische partner erbij te halen. En een 3-sterren mini-company of tribe, die brengt geregeld nieuwe producten en diensten op de markt. Dit zijn zomaar voorbeelden hoe jij het gedrag wat je van je teams verwacht en de neuzen dezelfde kant op kunt brengen. Dit is tip 1. Ik zie een paar mensen foto's nemen, dat mag. Ik wil er zelfs eventjes bij poseren. Maar als het goed is, krijgen jullie ook een mailtje met de slides los. Dus dat mag allebei. Dan krijg je ze alleen maar dubbel. Niet met mij erbij. De tweede tip heeft te maken met de traagheid van leren. In een wereld die continu verandert, is deze time to learn cruciaal. En bij veel bedrijven waar we komen, veel bedrijven die, misschien herkennen jullie het ook wel, echt op strategisch niveau, wat is dan je time to learn? Wat is je time to learn op strategisch niveau? Je hebt op strategisch niveau een idee, en wanneer heb je dusdanig veel gebruikers die daarmee aan de slag zijn, dat je kunt weten of jouw strategische idee oké is. In een analytische wereld waarbij de wereld voorspelbaar is, is die laatste niet zo nodig, want je kunt best wel berekenen of dat okay, of het succesvol is idee. Maar in een complexe omgeving moet je die time to learn terugbrengen. Derde tip, appeltaart. Waarom nou weer appeltaart? Ik zal het jullie vertellen. Een van de dingen die ik succesvol managers zie doen, is die zijn in staat om gewoontes te veranderen. En gewoontes te veranderen waardoor ze nieuwe helden creëren. En een gewoonte is eigenlijk heel eenvoudig. Een gewoonte bestaat uit 3 stappen. Er is een situatie, daar vertoon je een bepaald gedrag. Dat gedrag wordt dusdanig beloond
dat het inslijt en de volgende keer dat je weer in die situatie komt, vertoon je een nieuw gedrag enzovoort. En een van de dingen waar ik enorm last van heb, is dat ik appeltaart zo lekker vind. Appeltaart. Ik weet niet of we hier echt appeltaartkennis hebben in de zaal, maar appeltaart is by far de lekkerste taart op een verjaardag. Heb je appeltaart, dan hoef ik de rest van de taarten niet te weten, ze zijn heerlijk. Ik heb alleen een tweede probleem. Ik wil een bepaald rondje kunnen fietsen binnen 30 minuten. En daarvoor is conditie wel echt heel belangrijk, want het lukt me al 3 jaar niet om dat rondje binnen de 30 minuten te fietsen. En Vierkam heeft al verteld van die mooie plannen. En die mooie plannen werken echt fantastisch, want je schrijft gewoon op dit rondje binnen 30 minuten fietsen. En je kijkt er elke week naar, je meet weer hoe lang je erover doet en je komt erachter dat het niet werkt. En je neemt je nog steeds voor om dat rondje binnen 30 minuten te fietsen. Maar, appeltaart. Ik eet te veel appeltaart. Ik vind het gewoon te lekker. En als ik dus heel sterk in mijn vel zit, dan kan ik me 's ochtends voornemen, vanmiddag is er weer een verjaardag bij Proermes en ik neem geen appeltaart. En als ik me dat heel goed voorneem, dan lukt het me om tijdens die, dat al die collega's bij elkaar staan, of als ik ergens een appeltaart zie staan in de winkel, om dan geen appeltaart te eten. En dan ben ik heel trots op mezelf. Maar op een wat zwakker moment, als ik dat niet mezelf echt programmeer, dan compenseer ik in 3 stukken appeltaart van alle keren dat ik geen appeltaart kon eten. En wat ik veel managers hoor in de agile transformatie, is dan nemen ze zich echt voor om teams te vertrouwen en teams los te laten. Maar er komt een moment dat zo'n manager die voelt zich out of control. Die heeft het idee dat het niet heel goed gaat. Heb je dat wel eens, dat je baas het idee heeft dat, dat je niet het juiste aan het doen bent? Nee, ik nooit, ik ben zo goed. Ja, maar de meeste bazen hebben dat moment. Het ligt niet aan jou, want jij doet het gewoon goed. Alleen jouw manager heeft het idee dat het niet goed gaat. En wat doet hij dan? Dan probeert hij, in het verleden was zijn routine, voordat je met de agile transformatie begon, om dan bevelen te geven. Zodra het niet goed ging, trad hij als kapitein op, vertelde hij wat je moest doen, ga en iedereen zat druk aantekeningen te maken. En meestal waren dat ook wel de goede orders, de goede bevelen, en dat hielp ook wel. En er zat een korte termijn beloning op, want hij zag de juiste mensen de juiste dingen doen, en een vage, lange termijn straf. Zeg maar, niet dat rondje kunnen fietsen in 30 minuten. Van waarom ben ik altijd degene die de bevelen moet doen? Waarom ontstaat er nou niet proactiviteit? En waarom doen de medewerkers nou niet tekeer? Waarom? Why it's always me? Dus dan wordt hij van loslaten en vertrouwen geven. En wat doet hij dan? Dan gaat hij op korte termijn gaat hij niks doen. Dat geeft hem stress. Dan zit hij op zijn handen. Zit hij een beetje te bewegen. Ja. En op de lange termijn is het ook vaag. Het gaat meestal niet goed, maar de keren die hij zich vooral goed kan herinneren is als het niet geholpen heeft. Als vertrouwen en loslaten niet geholpen heeft. En wat dus helpt is om een nieuw gedrag aan te leren. Voor mij was dat, in plaats van appeltaart eten, bananen eten. Bananen? Ja, bananen. Ik vind namelijk bananen het lekkerste stuk fruit wat er is. Herken maar? Ook al niet. Ben ik dan de enige die houdt van appeltaart en bananen? Maar als ik me dus op een sterk moment aanleer om bananen te eten op het moment dat er gegeten wordt, lukt het me ook om dat op een zwakker moment te doen. Nou, wat is nou die banaan voor dit soort managers? Dat is gewoon afspraken maken over wat je dan gaat doen. Op het moment dat die manager voelt dat het niet goed gaat, ontdoe je gewoon een bepaalde meeting. Die kun je bijvoorbeeld een facilitation workshop noemen. En dan kun je van tevoren daar expliciet over afspreken wat je in die meeting behandelt. Bijvoorbeeld, je maakt gewoon een agenda. Die agenda is 2 uur lang. En de manager die krijgt 5 minuten de tijd om te vertellen waarom die het idee heeft dat het niet goed gaat. Vervolgens ben je daar met allerlei product owners en scrum masters. En je gaat samen kijken of je het herkent of niet. En uiteindelijk, na 2 uur, kom je met een concreet actiepunt. Met een lijstje met acties. En dan heb je weer de planning op elkaar afgestemd. Dat is een voorbeeld wat je kunt doen om managers een nieuwe gewoonte aan te leren. En dat is belangrijk, want het lukt niet in 1 keer. Maar dit soort gewoontes is weer opnieuw die 3 petten. Inspiring, de leader die dat benadrukt en die aangeeft dat het nodig is. Dat hoeft niet per se de hiërarchisch leider te zijn. Maar misschien meer iemand met lef en durf.
Dat moet je faciliteren. En je moet dat gaan ondersteunen, maar je moet het ook gaan ontdekken. Het is exploring. Waarschijnlijk is het eerste nieuwe gedrag wat je jezelf gaat aanleren, werkt niet meteen. En bij een van onze klanten heeft dit een manager, na drie, vier slapeloze nachten, heeft die laatste stap, want hij was in dat gele, dat loslaten, dat gaf hem echt 3-4 slapeloze nachten. En pas toen een ervaren en zo'n coach dat herkende, ging hij die laatste stap doen, dat is een facilitate workshop. En die manager, dat was een enorme opluchting voor hem. Nog een vraag? Wat nieuw is, dat is toch inzijde. Dus het workshop. Ja. In plaats van het loslaten, het vertrouwen hebben dat ja. Ze dienst voor. Ja, en, maar het was wel nodig dat hij ingrijpt. Maar hij moet ingrijpen op een manier waardoor andere mensen ook dingen leren. Hij heeft vaak 10, 20 jaar ervaring voor dit soort dingen. Hij herkent die situaties. En het zijn niet altijd situaties waarbij het fout mag gaan. Als mijn dochter de straat oversteekt, dan bij ons voor de deur 30 km per uur, zo'n hoop drempels, hoop bochten, kan ik haar leren ontdekken om zelf de straat over te steken. Maar er zijn ook straten in het dorp waar vrachtwagens met 60, 70 km per uur rijden. En dan grijp ik in. Ook al vertrouw ik mijn dochter, ik grijp wel in. En voor die laatste situaties helpt het niet als je teruggaat naar... helpt het als je nieuw gedrag benut om juist die etaltransformatie gas te geven. En jij hebt grofweg in jouw management, boven jou, heb je even voor het gemak 3 soorten managers. Dat maakt het leven altijd heerlijk simpel, toch? Als we de hele mensheid kunnen samenvatten in 3 types, 3 vakjes. Deksel erop. Okay. Makkelijk, toch? En die managers die zijn samen te vatten en je hebt dominante managers, controle managers en sociale managers. Een dominante manager die vindt het heerlijk om keuzes te maken, om doelen te realiseren. Die wil winnen. Ik in mijn managementstijl lijk enorm daarop. Ik ben een winnaar. Ik kan heel slecht tegen verliezen. Ik maak heel graag keuzes. Ik kom misschien vandaag niet heel erg dominant over. Geen feedback. Maar ik ben een dominante manager en het helpt. Het keuzes maken is nodig. Dominante managers zijn ook in een agile omgeving nog steeds nodig. Die kunnen mensen namelijk inspireren en die zetten ambitieuze doelen waar niemand in gelooft. Putting the man on the moon, sir. Je hebt controle managers nodig. Mensen die houden van checklisten, van processen, van stappenplannen, van functieomschrijvingen, van rollen en dat soort dingen. En het is aan jullie als agile overtuigers noodzakelijk dat je uitlegt hoe hij, welke gewoontes hij moet aanleren om de agile beweging gas te geven. Van hey, wil jij eens even meedenken aan onze definition of done? Wil jij kijken naar de teams en de definition of done en met jouw ervaring van waar we er allemaal op moeten letten, wil jij de komende tijd deze uur in jouw agenda vrijhouden? Ik ga faciliteren, maar we hebben jouw ervaring nodig om checklisten en controle en grip te bewaren. En dan creëer je voor die persoon nieuw gedrag. Want hij kan in de agile beweging, kan hij zijn talent van controle uitoefenen, krijgt richting. En als hij het niet mag doen, popt hij op een moment die jij niet in de gaten hebt. Dan gaat hij ineens 3 stukken appeltaart eten. Snap je? Dan gaat hij overcompenseren voor al die keren dat je op woorden als loslaten en vertrouwen geven hem aan het remmen bent. En ook die sociale persoon van family en trust, die is op voorhand voor agile. Die vindt de manier waarop agile als scrum wordt uitgelegd, vindt hij heerlijk. Scoren op zijn molen. Maar ook hij moet leren om misschien kaders te stellen, om duidelijkheid te geven. Om echt richting te blijven geven aan het team. Niet door het zelf te doen, maar door die exploring pad misschien op te zetten. En te zorgen dat er nog steeds richting komt, dat er nog steeds kaders komt. Zijn natuurlijke talent zit er misschien niet in om dat zelf te vertellen, maar dat moet je met je exploring pad, moet je dat wel gaan ontdekken. Want die teams hebben kaders nodig, die hebben richting nodig. En ik merk keer op keer dat als die managers echt in hun eigen taal worden uitgelegd hoe helpt Agile en Scrum, en je helpt ze nieuwe routines aanleren, je geeft ze een handvat als bijvoorbeeld zo'n maturity model van teams, gecontroleerd meer vrijheid aan teams, en er is een hele korte time to learn. Dat zijn een paar van de
Misschien wel de belangrijkste drie dingen die nodig zijn om ons middelmanagement en het managementlaag daarboven om de ETO transformatie gas te laten geven. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Dit zijn de drie belangrijkste tips wat ik al heb gezegd. Daarmee gaan we ook deze ETO Plus Market langzaam afronden. En ik wil jullie bedanken voor jullie.